Ja, we zijn er weer vandaag. We mogen weer fietsen. En vandaag mag ik dat doen met deze Box 5 van Oxford. Ik sta aan de Sea Mine in Genk en van hieruit ga ik het mooie Limburg verkennen. Het is een prachtige zonnige dag, dus ik heb er veel zin in. Limburg is uiteraard verweven met zijn verleden met de mijnen. Maar hier in de Sea Mine in Genk kan je dus een beetje geschiedenis komen opsnuiven. Maar ze hebben er ondertussen ook een echte creatieve hotspot van gemaakt. Waar je topinstallaties zoals deze kan komen ontdekken. Top toch? Deze Box 5 heeft een krachtige performance motor en ik wil dat eigenlijk eens testen hier op dat paadje dat kronkelig is en helemaal naar boven gaat tot aan dat kapelletje. Ik zou er eigenlijk vlot moeten op geraken. Enfin, hangt ook af van mijn wendbaarheid. Hè? Dat gaat eigenlijk super vlot. Dat is eigenlijk echt de max. Hè? Ja, dat zou met een gewone fiets niet gelukt zijn. Bij mij althans toch niet. Ja, we hebben ongeveer 40 kilometer in de benen hier in de streek rond Genk. En ik zie op mijn Oxford dat ik eigenlijk makkelijk nog 80 kilometer kan fietsen. Maar dat is voor de volgende keer. Als jij deze route ook wil gaan ontdekken, download dan nu de route op gemaaktvoorjou.be en geniet ervan.